Hey, hallo. En wat leuk dat je luistert naar de meest optimistische podcast ter wereld, De Lange Lont. Vandaag gaan we testen of de gast bij Milo in de studio een lang lontje heeft. En de gast is. Ted Velsenboer. Ja, en dat is wel aardig, want Ted is onze nieuwe stagiaire. En uh, daarvoor hebben we hem uitgenodigd. Uh, uh, dat is deel 1. Maar natuurlijk ook vanwege het feit dat. Uh, Vanaf het moment dat wij elkaar ontmoeten in een gesprek. en ik wil u dat toch even een klein beetje uitleggen. De, ja, bleek voor mij al dat Ted een ongelofelijke lange lont heeft. Want daarin waren. en je gaat er straks wat meer over vertellen. hogere hotelschoolmedewerkers eh, over het algemeen. in pak. met stropdas. dames in kokerrokjes met hakjes. Eh, sollicitatiegesprekken doen. kwam Ted aanlopen in een. Nou ja, in een soort van doggerachtige broek met daarop een, een, een heel kleurrijk overhemd. Daaronder een wit t-shirt. Dat overhemd zat ook niet dicht, dat wapperde alle kanten op. Met ongelooflijke knalblauwe gimpen. En nou, dames en heren, dat is misschien wel de reden waarvoor we hem hebben aangenomen. Met een paar sokken. Die waren echt briljant. En het detail zat hem in het feit dat het ook ananasjes waren. En voor de mensen die dit weten. Ananas is het teken van gastvrijheid. Dus ja, toen ik die sokken zat, zag, toen kon ik eigenlijk geen nee zeggen. En dus is Ted nu een week lang bij ons in dienst. En laten we daar even als eerste over beginnen, Ted. En uh, realiseer je wel dat ik in dit geval je baas ben. Hoe bevalt het? De stage bevalt hartstikke goed. Zeker nou, weten. dat is wel wat minimaal, Ted. Ik bedoel, even worden als fenomenaal, buitengewoon bijzonder, wat een ongelofelijke intelligente directeur-eigenaar zijn, wat meer van toepassing. Dus ja. ik vraag je nog één keer: hoe bevalt het, Ted? De stage bevalt mij uitstekend. Het, okay. uh, ik heb het heel erg naar mijn zin en. Uh... Um, ik word uh, heel erg in het diepe gegooid waar ik uh, lekker mijzelf kan blijven zijn. En uh, ja, dit, uh, ik, er komen dingen op mijn pad waarvan ik. Uh, ja, wat kunnen, niet dat mogen dromen. Of uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ja. ja? Nou, ja je, je moet het, het zeggen dichterbij. in de microfoon. Want ja, Richard uh, ja. wijst je even op het feit dat je wat dichterbij. Maar even voordat we verder gaan, hè, want is er komen veel vragen op je straks. Vertel even, wie is Ted uh, Velsboer? Ted Velsboer is een. Uh, ja, een jongen van 25 jaar, opgegroeid in Heiloo. Um, ja, uh, een, een gastvrije persoon, uh, zeker weten. Ik heb de uh, middelbare hotelschool gedaan na mijn, uh, mijn MAVO op het Jacques in Kastrikum. Um, daar, daar heb ik heel erg van genoten. Dat uh, vond ik een erg leuke tijd. En ja. uh, zo heb ik de kneepjes van het uh, horecavak een beetje uh, mogen onderwinden en, ja. uh, en mogen leren. Um, vervolgens, uh, vervolgens ben ik naar het buitenland gegaan om even wat meer ervaring op te doen. Uh, ik vond dat een hele mooie kans uh, om dat te combineren met een uh, met eindstage van de ja. middelbare hotelschool. Dan ben je vier jaar ja. gebleven, hè? Vier jaar, toch? Uh, drie jaar, ja. Oh. In principe uh, drie seizoenen van uh, acht, negen maanden. Dus als ja. je dat bij elkaar optelt, kom je op twee jaar uit. Maar, en waar was, dat? waar was dat? Dat was op Cyprus, ja. Wat ongelooflijk naar in de zomerperiode. Ja, zeker weten. Ja, oh, dat was fijn. vanaf uh, vanaf maart april tot, uh, tot oktober, november. En wat deed je daar in die drie jaar? Um, nou, zoals ik al zei, begon ik daar als stagiaire. Het plan was om daar uh, vier maanden te blijven. Ja. En uh, tijdens die vier maanden uh, was ik operationeel in, uh, in het restaurant achter de bar, of in het bargedeelte en uh, bij de receptie, bij de front ja. office. En na vier maanden, toen uh, ja zaten we nog zo lekker in ons vel en uh, het beviel het van beide kanten, van beide partijen. Ja. Dus toen werden we gevraagd om uh, langer te blijven werken. Toen hebben we de keuze gemaakt, of heb ik de keuze gemaakt om bij uh, het restaurant en bij het bar bargedeelte uh, 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 te blijven werken. En vervolgens na het einde van het seizoen, na uh, de acht maanden, toen uh, kreeg ik een vast contract aangeboden voor bij de bar. En uh, zo ben ik. Uh, ja, barman geworden eigenlijk. Gaaf. Ja. Na drie jaar terugkomen naar Nederland en toen naar de hotelschool. Ja, ja na het, of tijdens het derde seizoen eigenlijk, toen, uh, toen kwam ik erachter van... oké, okay, ik vind dit hartstikke leuk. Uh, maar dit is niet uh, de complete realiteit waar ik op het moment in leef. Het is toch ja. een soort van bubbel in een all-inclusive resort ja. werken. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, ik wil eigenlijk uh, mezelf weer opnieuw uitdagen. En... Uh, ja, zo kreeg ik via mijn omgeving te horen dat er mensen naar de hogere hotelschool gingen. En dat leek mij ook eigenlijk een, een hartstikke goed idee. En uh, zo ben ik die uitdaging aangegaan. En uh, tussendoor nog even gewerkt op Schiphol voor acht maanden. Achter de douane, ook bij een barretje. En, uh... Want je bent nu 25 hè? Ik ben nu 25, ja. Ja, hey, dat betekent normaal vierdejaars hotelschoolstudent, laatste stage. Dat klopt. Ja. Even, uh, je werkt ook nog? Af en toe bij 1480, begreep ik zo nu en dan inderdaad. Ja, hey. dan werk ik bij, uh, bij 1480 in Alkmaar. Het is een, uh, een restaurant, bar, uh, cocktailbar, uh, uitgaansgelegenheid wanneer ja. er geen corona is. Oké, okay. ja. en daar ben je uiteindelijk de barman? Uh, het was de bedoeling. Uh, eh, daar eh, heb eh, ik op gesolliciteerd op die ja. positie. Ja. Um, en uiteindelijk uh, kom je erachter dat uh, de situatie in de horeca. Um, niet optimaal is. Nee. Uh, je moet een beetje bijspringen uh, waar je kan. Dus ja. uiteindelijk is de positie van barman... een beetje vervallen naar allrounder. De ene dag uh, werk je wel achter de bar. De andere keer sta je luik. De andere keer werk je op het terras. En uh, daar uh, was ik volkomen tevreden mee. Hey en uh, verliefd, verloofd, getrouwd? Uh, single. Single? Ja. Dus je, je, bedoel, je mag een mingle. oproep doen. Hè? Dames en heren, even als je <laughs> luistert. In alle eerlijkheid, leuke kerel. Weet je, Spontaan sportief. Uh, Ga door maar met zijn longboard. En zoekt eigenlijk. Dat is wel een mooie contactadvertentie. Zoekt eigenlijk iemand voor achter op zijn longboard. Ja, zullen we daar een beetje dan, op houden? Dan moet ik uh, dan wordt het misschien tijd om nog een langer longboard uh, uh, aan te schaffen. Dat ze Zo met z'n tweeën erop kunnen staan. Maar zeker weten. Ja, ja gewoon lekker romantisch. Ja. Hey, uh, even uh, uh, thuissituatie? Ik. Uh, ik ben uit huis gegaan. Ja. Uh, nou ja, uh, even kijken. Dat ik in het buitenland was. Toen heb ik een kleine periode thuis gewoond. Vervolgens naar Leeuwarden gegaan dan voor de hoger hotelschool. Ja. En uh, ja, nu woon ik in uh, de binnenstad van Alkmaar. Ja. Hoort je zusjes? Ik heb een oudere zus. Ja. Ik heb uh, nog een jonger zusje, een stiefzusje, een jonger stiefbroertje en een oudere stiefbroer. Dus ja. uh, one big happy family. Ja, ja, want er is wel een tegenslag in je leven een keer gebeurd, natuurlijk. Zeker, ja. ja. Ja, ja. Ja, ja, zeer tragisch of spijtig. Ja. Uh, uh, tegelijkertijd ook heel leerzaam en uh, ja, daar kom je achter. Uh, ja. In wat voor wereld? Uh, ja. Want uh, je, moeder, je moeder is vrij, vrij jong overleden, toch? Dat klopt inderdaad. Ja, ja Mijn moeder is op mijn 14-jarige, op, 14 op mijn uh, 14 overleden. Ja. 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 Heb je, ik bedoel, even je zegt bewust van ik heb er wel wat van geleerd. Wat heb je daarvan geleerd? Um, nou ja, omdat het op zo'n jonge leeftijd gebeurde, dan zit je nog een beetje in die sfeer van uh, de dingetjes worden voor je geregeld en ja, uh, ja je gaat naar school en, uh, en alles lijkt uh, uh, alsof alles is een beetje verbloemd, zeg maar. In ja. uh, je wordt be beschermd door je omgeving. Ja, um, en ja, tegen die gebeurtenissen was geen uh, beveiliging voor, dus dat moest ik. Uh, um, op mezelf, maar ook natuurlijk met steun van mijn vrienden en mijn familie om mij heen. Uh, ja. moest ik dat maar aanvaarden. En zo kom je er eigenlijk achter, inderdaad. Uh, wat voor gekke wereld het af en toe kan zijn. Ja. of wat voor situaties uh, ja. kunnen ontstaan. Ja, dus, klote tijd, maar. Zeker weten, een klote tijd. Ja, ja. Dat, 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 dat kan je niet anders, uh, anders ja. omdraaien. Natuurlijk, het verlies van je moeder, dat is, ja. uh, op, ja, dat is gewoon tragisch. Mis je er nog iedere dag? Zeker. Ja. Ja. Het aardige van het is, ik heb nogmaals even. Ik praat er vrij makkelijk over, omdat ik een soort gelijk ding heb gehad op een totaal ander niveau, en ik mis mijn vader ook nog gewoon iedere dag. Ja, ja. Maakt en het ik, wel mooi? Ja, en waarschijnlijk zal je dat gevoel delen. Dat je dat um, daar zit geen negativiteit aan, maar juist maar. Een, hele, een hele positieve. Want dat heb je er wel uitgehaald. Je zit ja. uh, heel goed. Ja, zeker. ja Ook ja. dat moet je leren natuurlijk. Want ja. het de verandert in een, in een plots moment verandert er gigantisch veel in je leven. Ja. En um, je kan altijd blijven zitten en, uh, en piekeren over uh, de negatieve kanten ervan. En ja. jezelf in een hokje duwen. En uh, ja. hartstikke zielig. Um, maar je kan het ook vanaf een andere kant bekijken en, ja. uh, en blij zijn dat jij er nog bent en dat je uh, de mensen om je heen hebt die je om je geven ja. en daar uh, ja, positieve energie uit halen. Want je vader is weer gelukkig getrouwd, Getrouwd, ja, even, zeker. je bent zelfs met je stiefpoortje op vakantie geweest. Dat klopt, ja. Weet je, ik bedoel dus wat dat betreft: even, uh, het leven gaat weer door, maar gemist blijft. Precies. Ja, nou ja, zeker weten dat gemist dat zal altijd blijven. Maar uh, ja. je, dat betekent niet dat je er geen feestje meer van kan maken. ga er maar vanuit dat ze lekker op een uh, wolkje. Hoewel dat vandaag niet van toepassing is, zie ik net naar buiten. Weinig wolkjes, maar dat ze lekker naar buiten zitten ja, kijken ja. en denken: uh, kijk, kijk hem daar naar maar staan. Ik ga je een aantal hele snelle. Moet je zo snel mogelijk op reageren. Uh, stellingen even voordoen. He, je, ma je moet het afmaken. Oké. Okay. Wat vriendelijkheid is. Vriendelijkheid is uh, uh, nuchter zijn, open zijn. Uh, uh, uh. Ja, dat die twee. Ja. Oké, okay. lachen is plezier, pret. Uh, uh, zo, dat is een lastige zeg. Ja. Uh, ja lachen is, uh, is, is vreugde, is uh, ja, een warm gevoel van binnen. Ja, wel mooi hè in dit geval. Of oh, wie zong dat ook alweer? Ik heb Ik een, een heel apart gevoel van, van binnen. binnen. Oh, dat is ja. een apart gevoel, ja. Dat was geen warm gevoel. Nee, nee maar oké, okay. apart. Sorry, neem niet kwalijk. Ik, uh, nogmaals even. Oude ja, hits, ja. altijd leuk. Uh, uh, mensen blij maken is. Mensen blij maken is. Uh, geeft voldoening. Is, of zoek je meer naar een manier van. Uh, nee hoor, nee is goed. Is goed. Ja. Jij mag het zeggen. Ja. Positiviteit is. Positiviteit is zo. Ja dat. ja. dat is een hele zware. Ja. Wat, wat is positiviteit? Um, positiviteit is met het juiste been uit bed stappen. Positiviteit is uh, gewoon lekker. Ja, goed in je vel zitten. Zo ja. is het. Ergenissen zijn. Ergenissen zijn uitdagingen. Ben je wel nou een sagerijner? Uh, ik ben zeker wel Zagrein. Waar kan jij je echt mateloos aan irriteren? Oeh, uh, ik kan me af en toe mateloos irriteren aan mijn eigen uh, uh, naïviteit en nuchterheid en uh, soms ook wel stommiteit. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja, dat. Uh, nou, op zich is wel waardig, want Kira zit aan de linkerkant, dat is een collega natuurlijk, dus dan willen we even wat inzoomen op die stommiteit, want dan weten we in ieder geval van tevoren wat we kunnen verwachten. Noem eens een voorbeeld van zo'n stommiteit. Een stommiteit uh, dat kan iets vergeten zijn, dat kan een belangrijk moment, uh, ja, een belangrijk iets zijn uh, wat, je, wat je graag gaat willen herinneringen of wat je graag gaat willen herinneren. Uh, maar dat je dat dan vergeet, uh, dat vind ik nog wel eens een tijd. Uh. Doelen we dan bijvoorbeeld op verjaardagen of dat soort zaken? Dat je... ja, ja, dat kan een verjaardag zijn. Dat kan inderdaad een, uh, een, een trouwdag zijn. Of een, een speciale dag voor iemand anders. Ja. Maar waarbij de ander in ieder geval duidelijk kenbaar maakt, middels verbaal of nog erger, non-verbaal gedrag: mm. dat je het vergeten bent. Uh, ja, of wanneer ik mij daar zelf uh, achteraf aan herinner, dan. Uh, dat ja. je echt denkt, wat ben ik toch een ongelofelijke oefening? Ja, wat stom dat ik daar niet, uh, ja. niet meer aan gedacht heb. Dat ja. ik meer uh, ja. op mezelf zat. Ja. Ja. Nou, maar één eigenlijk... voordeel, hè? want je bent natuurlijk nog vrij jong. Maar laat ik je wel één ding vertellen. Dat als je nog geen relatie hebt, dan is die stomheid over het algemeen na tien dagen komt die. Want dan weet je dat je zelf iets hebt gedaan. Mocht je een relatie hebben, mm -hmm. dan weet je binnen drie kwartier. Dat je een stommiteit hebt gemaakt. En normaal dat gaat dat dan middels non-verbaal gedrag. Een vrouw zou je nooit verbaal op je stommiteit wijzen. Dat doet ze altijd non-verbaal. Ja, oké, okay, daar uh, moet ik zelf achter zien te komen. Nou, dan. sterker nog, op het moment dat de benen niet richting jou staan, maar iets daar links te hangen. en vervolgens de armen over elkaar met één hand. een klein beetje, en Kira zit nu heel erg te lachen omdat ze het herkent. Eén hand een klein beetje op de wang. En ze kijken de andere kant op, maar praten toch met je, dan weet je de volt en neem dat aan van een hele oude wijze man. Oeh, ik heb wat fout gedaan. Ja, ja dan is, er komt lichaamstaal uh, is toch heel handig om, uh, om te snappen. Och, ja. heerlijk, en dan kan je echt genieten van vrouw. Even nogmaals terug naar die ergernissen. Hè? Je werkt ook in de horeca. Wat vind jij irritant van mensen? Uh, hun Ongeduld. Ja, en ja. hoe ga je daar daarmee om? Uh, kalm naar de gasten uh, overkomen. Uh, ja. Laten zien dat je alles onder controle hebt. En ja. dat zij. Uh, ja, en hun op hun gemak stellen. Dat zij ja. uh, even rustig aan moeten doen. En uh, ja, ja dus alles op en af laten komen. Uh, ja. Laten zien dat het allemaal geregeld gaat worden. Mm -hmm. ja. als, je nou even, als jij nou voor jezelf, hè, waar word jij als persoon hè, heel erg blij van? Ik word heel erg blij van, uh, van andermans vreugde wel. Ja? Ja. ja. Dus daar kun je wel van genieten? Zeker weten, ja. Als iemand, en dat hoeft niet zozeer een actie van mij te zijn, dat ik een reactie van iemand terugkrijg dat leidt naar vreugde. Maar um, als iemand al iets deelt waar zij heel erg gelukkig van worden, dan kan ik heel erg dat geluk delen. Ja. Ja, daar uh, kan ik mezelf goed uh, Je kan genieten van het, de blijheid van anderen. Ja, ja zeker weten. Ja. Ja. En wanneer heb jij voor het laatst iemand blij gemaakt? Ehm. Uh, uh, ik denk laatst nog met een, uh, met een verjaardag van een, uh, van een maat van mij. Ja, en toen ja. wat heb je gedaan? Want je vrienden zijn wel heilig voor je, volgens mij. Je ja, een paar zeker. goede vrienden. Zeker. Die hebben ja. door een shit-tijd heen getrokken. Dat clubje is ook een beetje bij elkaar gebleven. Dat klopt. Inderdaad. En wat heb je toen gedaan met die vriend? Hoe heb je hem blij gemaakt? Ja, ehm... Uh, Nee, dit was eigenlijk iets heel simpels. Ja. Um, um, en dit is dan ook uh, een persoon die net buiten die groep zit, maar dat er zijde. Um, ik had gewoon een cadeautje voor hem gekocht op het ja. moment dat, uh, ja, nadat we een week lang samen op vakantie waren geweest ja, ja. en eigenlijk. Misschien yo, iets te veel op elkaars lippen zaten. Maar die dag daarna kwam hij toch weer langs. En toen had ik een cadeautje voor hem klaar liggen. Wat goed. En ik zag hem daar wel heel erg door. Dus dat door betekent, gelundig. als je zegt te veel op de lippen. daar was ook in die week waren wel wat ergernisjes ontstaan over wat dingetjes. Zeker. En uiteindelijk hebben jullie gezegd: van nou luister, we hebben een mooie tijd gehad. Dus veel succes tot ziens. En uh, we Precies. gaan gewoon weer door. Precies, ja. ja. Er ontstaan kleine ergernissen natuurlijk. En dat laat je dan achter je. Wanneer ja. ben jij voor het laatst blij gemaakt? Dat je echt denkt: wauw, wat gaaf is dit? Ja, dat is een hele goede. Uh, Je mag ook een ja. oproep doen dat mensen dat moeten gaan doen, hoor, bij Dat vind ik ook prima. Maar normaal... Dat het te lang geleden is. Nee, ja. uh, nee ja. eigenlijk word ik ook snel blij van de kleine dingetjes uh, die, die mensen naar nou, mij doen. Dus uh, al, dat kan al een belletje zijn. Dat kan al een, uh, een appje zijn om te vragen hoe het met me gaat. Daar, uh, daar word ik ook al wel uh, erg blij van. Ik ja. weet in dit geval wel aardig. Ik weet natuurlijk heel, heel erg goed waar jij heel erg blij van werd. Dat weet nee. ik. Het okay, was ongeveer ja. een week voordat je op vakantie ging. En toen, de... bel, toen belde er iemand: van zullen wij even gaan stappen met elkaar. En volgens mij, ik heb je nog in ieder geval, ik ken je nu twee weken, maar ik heb je nog nooit zo'n zien gliml glimlachen op een dag. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja, als ja. Je... als een heel leuk meisje was dat. Zeker, zeker. Ja. Hele spontane griet. Hele, ja. hele leuke afspraakjes mee gehad. Ja. De tweede afspraak was ja. iets minder blijmakerig. Want toen, de, nou ja, ook de tweede afspraak was hartstikke leuk. Ja. En ook daar werd ik nog steeds heel erg blij van uh, dat het niet is gekomen tot een derde afspraakje. Dat uh, maakte mij wat somber, maar. Uh, dus ja. ergens, we komen er, hè, weet je wel. Maar nogmaals even, kijk, het aardige is voor de mensen die uh, natuurlijk luisteren. Er staat een enorme open kerel voor me, weet je. Het aardige van het verhaal is, er zit een soort van krullende kuif ook op, weet je wel. En uh, daar zit een enorme glimlach op, dus dat, dat, dat is prima. Aan de andere kant, uh, even, wat, we, doe jij wel gek? dat gek? Mm, dat, ja. dat je gewoon in één keer compleet, dat je iets doet waarvan mensen echt denken... Jezus, wat doe je nou, Ted? Ja, ja af en toe doe ik wel eens iets geks nou ja, bijvoorbeeld naar een sollicitatiegesprek gaan in een uh, soort van clowns outfit dat, uh, dat daar kijken andere mensen al wel eens uh, van op inderdaad ja um, ja wat doe ik verder nog eens voor geks ik, heb, jij, heb jij een bucketlist ik heb niet echt een bucketlist nee, nee nee is dat nee. niet iets waarvan je denkt van ey, dat zou ik echt heel graag willen ik, het, Tuurlijk, er zijn een aantal dingen waarvan je denkt dat dat lijkt me hartstikke leuk ik uh, ik zou ooit op zijn tijd met de. Als ik al ervaring heb, een eigen koffiebarretje willen of iets. Dat is wel iets ja? waar ik graag naartoe ja? zou willen werken. Ja? Ja? Ik zou graag een keer willen van een brug af willen springen. Met uh, hoe noem je dat ook alweer? Bungee jumpen. Oh, ja, oké. Okay. Uh, op zich is dat wel goed, hè? Dat ja. je dat er even bij heeft. Ja, 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 ik zou niet dus, gewoon van een brug af willen springen nee, zonder. Mee, want uh, sommige poortjes. mensen hadden gezegd: nee. ik zou gewoon willen jumpen. Jij zegt: ik zou heel graag een keer van een brug af willen springen. Eh, ik zie dat Richard 113 in dit geval al had ingedrukt en zijn telefoon had gepakt. Maar gelukkig met elastiek. Ja, zeker weten. Ja? En uit een, uit, uit een of vliegtuig springen? Dat lijkt me ook hartstikke gaaf. Ja, ja. Ik denk dat ik daar een enorme veel plezier en adrenaline aan ja. de Aan overhouden. Ja. Niet met een elastiek. Nee, niet. Nee, een parachute wil nee. ik ja. graag uh, ah, ja, oké, okay. ja, goed. Ja. ja, uit dat vliegtuig in ieder geval dan weer met een parachute. Er moet, er moet altijd wel een voorwaarde aan hangen. Want anders moeten we schrapen en dat willen we ook niet. Hé, hey, Ted, even als je nou praat over, over die lange lont. Hè? Ik bedoel, uh, wat, 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 wat zou je daar graag willen? Hè? Ik bedoel, hè? We, we, we zijn nu een paar dagen met elkaar onderweg. Je weet een klein beetje hoe ik in het leven sta. Ik zeg tegen iedereen gedag. Uh, 95% van de mensen zegt ook gedag terug. Zeker. Is dat een wereld ja. die, 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 jou ook wel leuk, die voor jou ook wel leuk is? Van positiviteit, optimisme, kijken naar de dingen die wel kunnen. Ik bedoel, past dat bij je? Ja, ja, 100%. Want uh, het is een wereldje die ik eigenlijk ook... Herken van mijzelf ja. uh, in dat opzicht. Uh, het open zijn naar uh, de mensen om je heen, ongeacht of het bekende of onbekende zijn, ja. die je in een dorp of stad tegenkomt. Uh, ja. Uh, ja, nee, dat, uh, dat trekt mij heel erg. Want ja. ik denk dat, uh, ik, naar mijn mening, beurt mensen dat heel erg op. Ja. Uh, Geeft ja. dat een, een, positief, uh, een positief effect. Ja. Ja. Hey, als je nou een levensmodel een beetje moet noemen, wat is dat dan? Mijn levensmotto zal zijn um, dat je nooit je, je jeugdigheid moet verliezen. Ondanks nee. dat je lichaam natuurlijk, je fysiek, dat groeit door. Ja. En dat wordt ouder en dat wordt hardiger en rimpeliger. Um, maar uh, van binnenin kan je nog steeds die, um, die interesse en de nieuwsgierigheid blijven behouden die kleine kinderen ook hebben. En dat... Uh, Even... Ja. Het is podcast hè? Het is radio. Ja. Dus het vreemde is dat jij nu zegt de jeugdigheid niet verliezen. En vervolgens het lichaam verrimpelt. Je bent pas 25. Dat klopt. Ja, zeker. Maar dit was puur even om Richard het. Als en ik dat nou zouden zeggen. Het lichaam verrimpelt. En onder die rimpels wordt het niet strakker. Wordt het zelfs nog boller. Dan, ik bedoel, even, dan kunnen we ons daar alles bij voorstellen, Ted. Maar er staat hier een afgetrainde kerel van hier tot Tokio voor me. Die drie, vier keer per week aan het hardlopen is. En op een tempo. wat je met de fiets niet eens kan bijhouden. En die zegt nu rimpelig. en Dus weet, het is podcast. Dames en heren, Ted is 25. Zit strak in het vel. Dus deze opmerking die hij maakt, die is eigenlijk pas over een jaar of 45 van toepassing. Maar ik herken wat je zegt dat jeugdigheid altijd wel een belangrijk ding moet blijven. Ja, het, ja, ja, zeker. Het is iets wat ik, uh, wat ik herkende in, in mijn omgeving. Waarvan ja. ik dacht dat zo wil ik niet worden. Zeg maar. Ja. Dus uh, in een, uh, ja, een Hou de, de open geest. Ja. Of hou, ja, blijf open-minded. Ja. Hey, als laatste, als je nou kijkt naar iemand waarvan je denkt van... Weet je, die, die heeft een lange lont. Wie is voor jou het voorbeeld van een lange lont? Um, de persoon... Ja, dat is uh, iemand uit mijn, uh, wel uit mijn uh, hechte vriendengroep. En dat Wie is, is dat? Uh, dat? is Cas Kaandorp. Cas dus, Kaandorp? Ja, ik vind dat Cas een hele... Lange lont heeft en zich altijd heel kalm uh, kan opstellen, en ja. tegelijkertijd enthousiast en positief ja. blijven en altijd uh, de uitdaging aangaat. Hij heeft jou ja. ook geholpen in slechte tijden, zeker weten. Ja, ja. Kaskaandorp, we gaan hem een uitnodiging sturen. <laughs> hey, Ted, ja, hartstikke bedankt uh, dat je in ieder geval jezelf hebt willen voorstellen. Ik ga je wel één ding vertellen. De stage, dat, 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 dat even in alle eerlijkheid, dat is echt zo voorbij. Dat, nogmaals, je, je, daar ga je echt van balen. Want zoals er ooit eens een keer is gezegd, alle hele leuke dingen. die vliegen snel voorbij. Dat, dus jouw stage, dat, ja. echt, ik bedoel, het is zo weer volgend jaar. Ja. Dan ga je van heel veel succes daarmee wensen. Heel veel plezier. En uh, we gaan elkaar via deze podcast absoluut nog wel een keertje spreken. Mooie dag. En uh, nogmaals, het longboard heb je thuis gelaten. Maar uh, anders uh, doe ik nog één keer die oproep. Dames en heren, Ted is ook nog steeds op zoek naar iemand die achter op zijn longboard met hem mee wil reizen. Dus uh, u kunt uh, uw inzendingen keurig netjes mailen naar Kira Want die zal vervolgens ook keurig netjes de eerste selectie doen. En, uh, maar Ted, wij gunnen je allemaal heel veel geluk. En... Hartstikke bedankt. Heel erg bedankt ook. Dankjewel. voor deze uitnodiging en samenborden mag je <laughs> Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer waarin we weer een lontje testen. Hoe lang is jouw lontje eigenlijk? Tot snel. De Lange Lont is een samenwerking tussen Streekstad Centraal en Treemark.